Goedemiddag, Owen. Hallo. Jij bent de zoon van des Huizes. Ja. En jij werkt ook mee in de bowling de Kruidmolen. Ja. Hoe oud ben jij? Ik ben 15 jaar. Ik begrijp dat jij uiteindelijk de bowling ook wel wil overnemen. Ja. Dus jij bent de opvolger van de derde generatie eigenlijk. Ja. Hey, maar nu ben ik hier omdat... na 20 jaar hebben jullie van alles vernieuwd hier zo. Ja. En daar ben ik natuurlijk nieuwsgierig wat er allemaal vernieuwd is. Het is een bekende baan. Ik denk dat iedere Middelburger de Kruidmolen wel kent. Wat hebben jullie zoal aangepast? In de afgelopen jaren hebben we vorig jaar van de zomer, 2 jaar geleden van de zomer, hebben we alle bowlingbanen vernieuwd. Er zit een splinternieuwe bowlingbaan in. En dan heb je het echt over de vloeren, zoals je ze ziet liggen. De vloer die erin zit, de kunststofvloer. En dan hebben we deze week hebben we een heel nieuw scoresysteem met allerlei verschillende spelletjes geïnstalleerd. Nou, als eerste zitten er een bepaald aantal spellen in. Dan hebben we Rival Rumble en dan kan je tegen andere banen spelen. Pinpix, dan kan je een foto maken van jezelf. En dan met hoe hoger je gooit, dan gaat er een rad draaien. En dan kan je jezelf een poppetje versieren. Het spel Angry Birds. Oké, dus er zit echt wel soort, er zitten veel meer game elementen nu eigenlijk. Ja. Maar is het, want ik kan me herinneren, er kwam hier vroeger ook vaak volleyballen zo. Er werd hier ook wat wedstrijdbowlen gespeeld, toch? Of niet? Ja. Is dat nog steeds zo? We hebben op de dinsdag, woensdag en donderdagavond hebben we een league. En voor de wat oudere mensen hebben we op de woensdag en de donderdagavond, op de woensdagochtend en de donderdagmiddag, hebben we een 50-plus league. Oké, dus dat is gewoon nog allemaal intact. Maar nou, bijvoorbeeld wat je daarnet zei met die foto, hoe werkt dat dan? Kan je dat laten zien? Kan ik dat spel even opstarten? Hop, kijk, daar sta ik ook nog op de achtergrond. Ja. Je kan ook nog je e-mailadres toevoegen. Dan komen je scores per e-mail opgestuurd. En dan voor de kinderen kunnen ook uiteraard de bumpers omhoog, zodat ze meer om kunnen gooien. Nou, ik verwacht wel een strijk, hè? Strijk? Kijk, een beetje bowlen. Oké. Je gooit wel met effect, zie ik. Ik zie je zo lelijk naar binnen draaien. Ah, en weet je wat ik nou nog nooit van mijn leven heb gezien, is de achterkant van zo'n bank. Kan jij daar komen? Ja hoor. Ik ben wel eens benieuwd hoe dat nou gaat als zo'n pin van zit ofzo. Kan ik even meelopen? Dat is leuk. Hier naar boven. Kan ik me daar aan vasthouden? Ja hoor. Er zitten 22 pinnen in de machine. En die worden eigenlijk verdeeld over een aantal nesten. Elke keer als je de pinnen opgooit, komen ze achter op een transportmat en worden ze een beetje met een lift naar boven. En dan worden ze verdeeld over de transportriemen naar hun eigen plek. Wat een praatje! Ja. Maar als je 15 bent, dan ga je waarschijnlijk ook nog ook naar school, of ben je gewoon hier heel vaak aan het werk? Ik ga ook nog naar school, ja. Ja, en doe je iets in deze richting, van retail of horeca? Of, Ik heb nog niet echt een richting. Nee. Ik zit nog gewoon op het Neolenia. Oké. Natuurlijk, ja. Dat is 15, ja. Maar ik doe veel met de techniek inderdaad. Maar als er daar bijvoorbeeld onderhoud nodig is, doen jullie dat dan zelf? Of heb ja, je daar dat wel doen we allemaal zelf, ja. Oké. Ja. Hey, maar nou heb ik zo'n lief gesproken, nou, die kan volgens mij de zaken hier wel overnemen. Want, hij weet alles, hij kan, hij kan sleutelen. Ja, jouw ouders deden het dus al, die zijn het begonnen ooit. Ja. En wanneer ben jij zelf begonnen, jezelf? Eigenlijk gelijk al. Ja, dus jij liep altijd wel al rond toen, hè? Ook op z'n 15. Ja, echt waar, ja? Ja. Oh, dat is wel een mooie herhaling. Ja. Maar je vindt het nog steeds leuk na al die jaren? Ja, zeker. Ja, wel, ja. Hoe oud ben je nu? Nou, 55. Nou ja, dan nog een jaartje of 10 zo, een beetje afbouwen. Dan, af te bouwen, hè? Ja. Het is ook wel nog steeds een beetje buurtfunctie, toch? Er komen ook best wel wat mensen uit de buurt een biertje drinken, of? Ja, zeker. Is dat wel, nog steeds, ja? Ja. Dus, mogen we nog steeds een biertje komen drinken? Ja, precies. Nou ja, ik hoorde dat de competities er ook nog zijn. En,
Ja, de competitie. We hebben een, dan ook nog een jeugd, jeugdcompetitie, die is op zaterdagochtend. We hebben een 50-plus competitie, woensdagochtend en donderdagmiddag. En ja, de gewone competities, dinsdagavond, woensdag en donderdagavond. Dat zijn de seniors die gewoon spelen. En ja, een hele gezellige competities allemaal.